Het bleek dat de afspraak niet deze week is, maar volgende week. Een aantal vlogs geleden hebben jullie kunnen zien hoe we dit dakje hebben gemaakt voor ons tijdelijk dakje voor onze wasmachine en de droger in onze bijkeuken. Maar zoals je ziet is er wat misgegaan of we hebben het verkeerd aangepakt of die dakplaatjes zijn niet geschikt hiervoor, maar ik denk dat er even iets aan moet gebeuren. Nou, voor de echte klusser zijn er nog wat verbeterpuntjes, maar er staat in ieder geval geen water meer op. We zijn in een Portugese tegelhal om tegels uit te zoeken voor de badkamers. Lukt dat? Huh? Lukt dat? Ja. Wat is deze maat ook alweer? 10 bij 20. Nou, dat zei je net heel anders hoor. 10 bij 20. Niet 15 bij 20. 10 bij 20. Voor de badkamer. Want je legt ze nu op de grond, maar het is voor de badkamer, hè? Ja. En je wil ze zo gelegd. Baksteen. Baksteenverband. En die andere, pak die kleintjes rechtbij. Dan kunnen we zien. Ja, rennen. Goed zo. En kijk of je binnen de tijd terug bent. Ja? Ja? Goed, niet laten vallen. Ja? En leg neer. Oh ja. Dat is wel beter, hè? Die grotere. 7,5 bij 15. Oh. En onze plafuizen zijn 30 bij 15. Ja, of 15 bij 30. 15 bij 30. Ja. We zijn hier in een steenfabriek. En daar hebben we net deze partij tegels gekocht. Voor op de vloeren van ons eigen huis en de appartementen. Terracotta. Ze noemen het Branco. Wit, maar dit is de lichtste variant. Nee, het is een partij B-keuze. Omdat er af en toe, zoals je hier kan zien, van de hoekjes wat schilfertjes af zijn. Maar over het algemeen zien de tegels er prima uit. En dat scheelt de helft van de prijs bijna. Dus dat is een mooie deal. Even een lunch in Santa Cruz. Wat heb jij voor de lunch? We denken dat we aardig Portugees spreken, dus ik dacht dat ik iets van ijs met een sinaasappel ijs kreeg, of sinaasappel jello. Ja. Ik kreeg gewoon een sinaasappel. Ja. Dus die moet ik nu ook volop eten. Nou, dat is je eerste keer in Portugal, denk ik, hè? Uh-huh. Nou, leuk. En ik heb een lekker arroz dos. Arroz dos. Ja. Gezond hoor. Goed voor je. Ik ben nu onderweg naar de gemeente. Dit is de hoofdpoort. Ik stond heel lang in de stijgers. Nou. Daar heeft de architect een afspraak met de chief. Die over de avisos gaat. De vergunning. En ik had aangeboden om daar even bij te zijn. Kijken hoe dat gaat en of het misschien helpt. Nou, wordt vervolgd. Ik ben weer klaar bij de camera. Nou, het is bijzonder. Het is leuk om te zien hoe dat allemaal gaat. Maar het bleek dat de afspraak niet deze week is, maar volgende week. Maar goed, er liep wel weer een dame langs en iedereen die praatte dan ook met elkaar. En zo, oh, gaat het over deze mevrouw? Ja, ja, ja. En toen zei ze wel zoiets van, oh nee, maar dat proces dat loopt allemaal gewoon. Dus ze verwachten vandaag of morgen een stempel. Nou, als die stempel gezet is, dan moet er allerlei documenten aangeleverd worden dat onze bouwer een soort bouwkeurmerk heeft. Volgens mij zou het dan daarna weer moeten lukken dat we kunnen bouwen. Dus we gaan het zien.